het programma Gewest Friesland, wat de Friese reportage Shelly die het maken waren in het programma Van Gewest tot Gewest. En we nemen je mij waarom naar het programma van 16 januari 1984. Doseerder Johan van der Zee, een van de makkers van het Friese programma bij Van Gewest tot Gewest. Doseerder twee Friese reportages in Ingen van Gewest tot Gewest. Wij vierden de televisie haast op. Ken je ze? Dat is, ja. Daar kwamen mijn klachten hoor, want... Er zit fiesta van de Friese zit in Van Gewest tot Gewest. Ja. Wie heeft ambities aan? Maak het meer als Noor? Ja. Waarom? Ik word makkelijk vinden. Ja, ja. En ik ga eigenlijk naar één provincie. He, de collega in Grijns, Drenthe, Zeeland, een deel van Brabant. De meesten in een groter gebied. En ik die Flevoland er wel bij, maar daar kwam ik net zo'n soort. No, ik word makkelijk vinden. Maar noem maar ik eerlijk wezen, niet van deze reportages van 16 januari 84 maken we toch een collega van Dijk, ja. Machtel Bouwma. Ik denk ja. Die een Oerikselse collega. Nee. Oh. Nee, bureau-redacteur die een hier langs ambitie een heel soort ding van mij oenom had, omdat ik een hier, en ik weet net wat dat hier weer, maar vrijsteld ben om een lange reportage van een oeren over het bouwen van de Prins Willem te maken. Oh ja. Dus... En Machtel weer bureau-redacteur. Maar haar huid weer een Fries. Ja, dus... ja, ja. Oh, dan weer prima. Dan, ja. Dan gaan we het net helemaal over Friesland, want gaan over de bovenjuster ja. Johan ja. Wattenier. Wat wie het verhaal in Kwartekwerd? Man in 30 jaar en ik vond die, een motor uit, ja. Haast een perpetuum mobile. Ja. Een motor die zonder benzine draaien koe. En daar hebben we al je verhalen om in zo'n grote fabriek gebouwd worden in Wolvegeer. Maar er is ook een heel soort geld aan een BMW. Toch bedrijven die dat net wonen. Nou, dat soort verhalen daaromheen. Dus die was een spannend verhaal. Het mysterie. Het mysterie, Johan Wattenier. Zullen we eens even zien naar die reportage? In dit boek worden alle begrafenissen bijgehouden? Ja. Sinds wanneer? Nou, vanaf 1920 zo ongeveer. Dus het graf van Johannes Wattenier zou hierin hebben moeten staan? Dat had hierin moeten staan, ja. Hoe kan het komen dat het er niet in staat, weet u dat? Geen idee. En zijn ouders staan hierin? Zijn ouders staan hier ook niet in. Het vermoeden is dat hij bij zijn ouders begraven is? Ja. Ik zou anders niet weten waar hij moet liggen. De begrafenis van de ouders van Johannes Wattenier en de begrafenis van Wattenier zelf staan niet zoals alle andere begrafenissen geregistreerd. Van zijn ouders is er echter wel een steen, van Johannes niets. Het is een van de mysteries rond Johannes Wattenier. In 1912 werd hij geboren in Steenwijkerwold. Toen hij 24 was, haalde hij de landelijke pers met zijn uitvinding. Een motor die op heel weinig brandstof grote prestaties zou kunnen leveren. Nu, 50 jaar later, weet men nog niet of het echt om een revolutionaire uitvinding ging of om een fabel. Toen was men in eerste instantie overtuigd. De uitvinder ging naar het gemeentebestuur van Wolvega. Voor de toenmalige burgemeester Maas en de wethouder Muurling was de gedachte aan de vestiging van een grote fabriek in Wolvega verleidelijk, in de tijd dat de dertigerjarencrisis het meest nijpend was. Wattenier werd beroemd, schafte zich een secretaris aan voor al zijn post en Wolvega verkeerde in grote opwinding. Men volgde het nieuws op de voet. Wattenier wilde in de kelder van het café van de familie Russen aan zijn motor verder werken. Hier zou het ding dus hebben gestaan.
Wardenier vroeg toestemming aan de vader van de heer Russen. Maar hij wou hier zo lang werken omdat het een grote ruimte was. Hij zegt nou, en als ik hem laat zien, zegt hij, ja, nee, vader, ik moet hem eerst zien. Hij zegt, en dan mag je het dicht gebruiken. Hij zegt, kom ermee. Mijn vader die haalde een kameraden, een vriend, die woonde in de Blessewielinga. En die was er toen bij. En toen hoorde dat ze tegen elkaar zeiden, het is een echte Wiebe. Mijn vader heette Wiebe. Hij zei, dat is een echte. Nou, ik was er blij van. Er was wel een motor en een grote bleken beus. Maar er nog motor in zat, dat heb ik ook nooit geweten en ook nooit gezien. Maar die bus, die heb ik wel gezien. Hè? En maar deed hij ook wat, of niet? Nee. Dit is een van de weinige, zo niet de enige foto van Wardenier met motor. De opwinding rond de hele affaire duurde slechts een week. Wardenier werd op het gemeentehuis ontboden en vervolgens afgevoerd naar de psychiatrische kliniek in Groningen. Omdat hij alles had verzonnen, zeggen sommigen. En anderen, omdat hij de dure auto's waarin hij reed gestolen zou hebben. De mensen voelden zich bedrogen. Wethouder Muurling, een van de mensen die zich achter de zaak had gezet, werd de dupe van protestacties en moest aftreden. Zelf heeft Wardenier gezegd dat hij is weggehaald en dat het bestaan van een goed werkende motor is ontkend door de olieindustrieën, of door Philips, of door de overheid. Immers toen al hadden velen grote belangen in de olie. Over het mysterie schreven de journalisten Henk Imker en Hans Wielik een boekje. Er wordt nog steeds over gepraat. Er is de afgelopen jaren natuurlijk niet zoveel over gepraat als in 1934, maar toch komt keer op keer die geschiedenis weer ter sprake. Bij alle mogelijke gelegenheden en vooral wanneer er een aanleiding is. Zo'n aanleiding was bijvoorbeeld eind vorig jaar de plannen met de Stirlingmotor. Nou, dan wordt onmiddellijk daar weer verband gelegd met wat er 50 jaar geleden met Wardenier aan de hand is geweest. Je hebt wel het idee dat er een motor geweest is? Ik heb het idee dat er een motor geweest is. Ik zet uiteraard ook vraagtekens achter of er inderdaad iets mee tot stand is gekomen, of er iets mee gedaan is. Maar het is wellicht voor anderen aanleiding geweest om het verder te perfectioneren en om het als basisinformatie, als basisgegeven te gebruiken. Ja. Dat geloof ik, ja. En de verhalen over de overheid en Philips en de oliebaronnen? Ja, nou ja, daar hoor je dus ook tegenstrijdige verhalen over. Het zijn leuke verhalen. Er zal ongetwijfeld iets van waar zijn geweest, maar in hoeverre dat allemaal geklopt heeft. Ja, mensen die dat zouden kunnen vertellen, die zijn helaas niet meer onder ons. Er zijn nooit contacten geweest op technisch gebied. Dat laat zich eigenlijk ook wel horen. Philips heeft zeer veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van een motor, de Stirling motor. In 1974 is Philips daarmee gestopt omdat men de prioriteiten anders wilde stellen en men tot het inzicht was gekomen dat opboksen tegen de gangbare automotoren niet weggelegd was voor een fabrikant die van huis uit geen motorenfabrikant was. Dus als iemand dat zou kunnen doen, dan zou een motorenfabrikant dat moeten zijn. En toen heeft Philips de hele Stirling-zaken aan, wat automotoren betreft, aan Ford overgedaan. Wat de gemeente Wolvenga betrof, was de zaak Wardenier gesloten. Wardenier kwam na 8 dagen weer uit de kliniek in Groningen. Hij wilde daarna nog demonstraties met zijn motor geven. Demonstraties waarmee hij of zijn gehoor niet kon overtuigen of die op het laatste moment niet doorgingen. De oorlog brak uit, Wardenier werd vergeten. Maar de oorlog bracht ook nieuwe raadsels met zich mee over het leven van Wardenier. De een die zegt hij heeft in het verzet gewerkt. Is gepakt en is in het concentratiekamp terechtgekomen. Anderen beweren, en vooral de laatste tijd heb ik mensen gesproken die dat zeggen, dat hij
aan de andere kant dus voor de Duitsers zou hebben geopereerd, dat hij zelfs aan het Oostfront zou hebben gestreden en daar gewond zou moeten zijn geraakt. En daarna dan weer terug is gekeerd naar België, uiteindelijk naar Nederland. En er dus slecht aan toe was, dat weten we, maar dus om een andere reden dan nog in het boek vermeld is. Ja, volgens een krantenbericht dat jullie in het boekje gebruikt hebben, heeft Philips wel toegegeven waar de nu uit Duitsland ja, slecht is. Ja, dat is inderdaad gebeurd. Dat is een jaar of 10 geleden toen wij voor de krant, ik werk voor de Zwolse Courant, daar hebben we destijds een feuilleton aan het hele gebeuren gewijd. En in die periode is er nadrukkelijk een bevestiging van Philips gekomen dat er een band met Wardenier bestond en dat Philips heeft bemiddeld, maar ook bij andere Nederlanders dat heeft gedaan, om hem uit het concentratiekamp te bevrijden. Dat is inderdaad waar. Dat is ook het enige contact dat Philips met Wardenier heeft gehad. Philips heeft in de oorlogsjaren, vooral tegen het eind van de oorlog, de gelegenheid gehad om landgenoten de helpende hand te bieden. En Wardenier was inderdaad een van de mensen die door Philips toen is geholpen. Dat was dus zuiver toeval? Dat was zuiver toeval, ja. De huidige burgemeester van Wolvega, die ook toevallig zelf bij Philips heeft gewerkt, bekeek de tekeningen eens die Wardenier aan het eind van zijn leven, hij stierf in 1960, nog eens van zijn motor maakte. Ik vind een krabbeltje dat iemand die misschien eens een stoommachine heeft zien werken en dat uitgelegd heeft gezien, die zou tot zo'n tekeningetje kunnen komen, maar er zit geen enkele techniek in. Achter deze tekeningen zit dus het idee waarmee de affaire in Wolvega begon. Een affaire waarover de familie van Wardenier en ook een betrokkenen als wethouder Muurling nooit meer hebben willen praten. De zoon van de wethouder was een leeftijdgenoot van Wardenier en hij herinnert hem zich nog wel. Bescheiden, rustig, zijn nooit een woord te veel. Hè. Het eigenaardige was dat er wel, als je met iemand sprak bijvoorbeeld, hè, dan... Nou, die hem dan niet geloofden en die dan bij hem wegging en hem wel geloofden. Tot ingenieurs aan toe wel. Dat wel. Ik kon het wel zo formuleren, zeg maar, bijvoorbeeld dat het wel geloofwaardig was. Waarvan Wardenier na de oorlog leefde, blijft ook een raadsel. Wardenier nam zijn geheimen mee in het graf. En zelfs het graf is zoek. Wat ik nog het meest benijd naar ben, na het zien van deze reportage over Johan Wardenier, het mysterie Johan Wardenier, Johan van der Zee, wat leeuwst ook nou? Ik leeuw er net in. Ik leeuw net in het verhaal dat die man een motor maken hier. Maar Sint-Burg minder wel hartstikke motors. Ja, misschien wel. Ik ben letterlijk benaderd toch een man, een Engelsman die het in Jereveen wennen, die het extra iets betocht hier. Maar dat is ja, de meesten binnen in elk geval net riek van Wurden nee, en van Wardenier is dus zelfs net meer een plak op een begrafenis, nee. Op een veel te zien. Dus in die zin is het mysterie gewoon bedobben. Dus ja, samen ja, zijn, ja. Nog eens die week tevoren het ISO van 16 januari. Oh ja, dat hak ik nog even tussen trok hier. Een kwarte baantje in Sint-Niek. Hier staat ik, dat gevoel van iets. Ja, dat mag erin. Ja, elke keer dat er weer iets driegen met Alvestedentochten en zo, dan dienen we maar wat. Maar dan krijg je een soort kriebels van, ik mag er wel bij wezen. Maar dit ben je maar een kwarte baanwedstrijdje van jonkjes die het om het kan. Ja, maar dat je om de ouderwetse manier van kwarte baan. Met een kwarte baan, dat komt hier al helemaal voor. Heel lekker, Kerk. Ja, ook. Oh. Dat ben ik aan het vieren, net. Precies. Ja. Nee, maar dat klopt. Nou, dan leef je in elk geval eerst even naar die reportage. Ik dus, 16 januari, jongetje, 85. Maar ik vooral die starter in beeld. Ja, man. 1, 2, los! En daar rijden we de eerste rit, Sjoerdbrand en Harm. Johan had het wel aardig verstaan van, hè? Dat dacht ik wel, ik heb mijn hele leven de meeste mee iets anders geweest.
Wat is nou het mooie van de quarterbaan? Ja, het is een Friese ongelegenheid. Het is een sport, geen sport. Je kent dat kut antje, je kent ze helemaal ja. En ook klassement rijden, ja, dan is dat volle factor. Maar het is echt een persoonlijk tjimmeker. En al gewoon de jongens van de skaatstrainingclub, Lauro de Vier, vonden in de toer en klassement rijden. Maar de echte jongens, vinden dat ik wel zo mooi een katamaan rijden. En ik hoop het nooit dat er talent gaat in Friesland. Maar vergeet het nog op. Ja, het is toch de eer, die cent, dat is wel mooi. En, maar de eer, zoals je van ze dacht, dit gaat om het kampioenschap van de gemeente. Nou, je ziet wel hoe vurig ze zijn. No? Je hebt net om een cent. Nee, de eer zei het hadden meer. No? Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Wie het heus kent, hoor, dat geeft het dan. Maar je vindt het wel mooi, want je zit in Rogeren. Ja. Ja, dat is wel mooi. Maar waarom? Ja, ik weet het lekker. Dat is ik altijd nog zo geweest. Nou. Hutrieden op een korte baan, dat heb ik altijd nog geweest. Nou. Ja, wat moet ik daar meer van zeggen? Ik vind het juist direct als die heuvel. Als die heuvel weg. Ja, nou. Zul je trainen eigenlijk voor een Nederlands kampioenschap op lange baan? Dat train je eigenlijk van, maar dit pak je erin mooi mooi. Vooral op een natuur die is light. En waar ging het om? Op een kampioenschap van Skarsland. Ja, maar de prijzen? Ik weet niet of we prijzen ze hebben. 80 euro prijzen of zo. Denk je het dan net om? Nou, dat is ook altijd mooi mooi dan. Ja, toch ik wel om de eer van kampioen van Skarsland. Dat is ook mooi werk. Was het nog een keer? Ja, we hadden ook nog een competitie. Dat is dan alle traaien zijn elkaar. Dus ik kan misschien het waarder worden. Het beste van Europa. Je had een eigen klompen verkocht? Ja, want mijn harten die winnen zo licht dat die kreeg koude voeten. Dat ik heb er mijn eigen verkocht. En, het is lekker warm, ik heb helemaal geen lijf gehouden voor hem, niks. Geen lijf? Nee, helemaal niks. Is dat nou moeilijk, dat starten? Oh nee, ik heb zelf ook wel eens in de baan geweest. En mijn heid die het 24 jaar voorzitter wist hiervan. En, dat is een beetje ervaring geloof ik. En ik kom ik wel wat uit een hutriedersfamilie. Dat is een beetje gewoon. Nou, je moet er eigenlijk wel om denken dat ze allebei de tijd gelijk voortgaan. En, je hebt eigenlijk een hulp bij en die heb er maar even geweest. Maar wij doggen hier wat onder ons en ik vind het altijd wel leuk om te doen. En, ja. Pistool is er net bij, hè? Er is wel een pistool, maar ik doe het voor Loza. Waarom? Dat doe ik wat ouderwets, vind ik. Dat vind ik het wel het mooiste. We hebben hier een ijsclub, dacht ik, vast in Niek. En Troos in Niek. En vader in Niek. En nou laten we het dan samen horen. Zolang er geen klachten meer komen, dan doen we het zelf. Klachten minder net. Nou, klachten net mee. Ik heb nog niks gehad ermee. 1, 2, los! Het kampioenschip van Skarsland, waar dus won terug Bouke Jonkman. Hij zou letter nog een van de grote man van de 400 en de 1000 meter worden. Onder mij in de vraag en had dan pikker het Nederlandse record in. Dat wist ik al eerder. Ja, dat weet ik al eerder. Meneer de Chom zag erbij komen. Ja, dat is, ja, dat is je wereld ja. Wat op je door de wiezen. Ja. Vond die meesten dat mooi dat je dan als van gewestploeg op San de prachtig. Dus, ja, zeker. Ja, die starter vond het, die vond het fantastisch. Ja. Dat, ja. Maar die, hij deed maar wat. Ja, oké. Okay, maar er weer dus ja, er weer belangstelling voor. Dat, wat ik me ervan herinner. Maar, ja, ja, ja.
Maar ze waren heel blij dat wij daar waren. Het liep gewoon een aardig iets hier. Ja. Op die dij. Ja. Die 16 jaar waren het jongetje in 84 die deed in Friesland Centraal stier in het programma Gewest Friesland. Dat is het, nee, ik weet het.